Dus zijn veerste is gewoon meegekomen van Ming Ming. Ik haat jou en ik haat jou helemaal kapot. Zo, de borsttraining zit erop. En deze keer is het, heb ik me puur gefocust op de bovenkant van mijn borst. Omdat ik eigenlijk dat nooit doe, of althans te weinig. Dus ik heb er nu meer focus op gelegd. Nu zijn we onderweg naar Ming en Ming voor de tweede keer achter elkaar. Gisteren ook al, nu weer. Dus dat wordt lekker. We staan lekker in de file. Dat is alleen maar beter. Nee, nu niet meer, maar we stonden net even stil. Dan kan ik tenminste Pokémon vangen. Ik ren gewoon op de snelweg nu. Ik heb net wel een Slowpoke gevangen. Dus het werkt gewoon hoor. Keihard. Misschien kom ik hier wel een water-Pokémon tegen. Wie zal het zeggen? Nee, Pokémon is de nieuwe verslaving. Het is echt misschien wel een hype. Maar het is echt leuk om te doen. In het begin was ik ook zo van, nou, dat ga ik toch niet doen. Het slaat helemaal nergens op. Maar jawel, dat ga je dus wel doen. Mensen die haten en die zeggen van nee, hij heeft het echt stom. Komt dat ze zelf geen Pokémon op hun telefoon kunnen installeren. Omdat ze gewoon een hele slechte jeugd hebben gehad. Wel en dat is mijn leven aan het uitlachen. Omdat ik Pokémon aan het vangen ben. Kijk, oh, je buik wordt echt groot. Ja. Ja, ik weet het. Ja, is toch goed? Mm-hmm. Een kleine baby in. Dat we weer vandaag onbeperkt sushi eten. Nou, de Leen en de Lau zijn er nog niet. Dat maakt niet uit. Want ik heb gewoon net een echte vis gevangen. Oh my goodness. Ja, oh my goodness, ja. Een Magikarp. Bij Ming en Ming. Dat is gewoon net echt. Gewoon een vis op tafel. Gevangen. Pokémon dingen. Kom, even uitpakken. We hebben een cadeautje gekregen van Laura en de Leen. En van Leiden. Oh, voor een s'nachts een nachtlampje. Ja, ah, zo schat. Hij is zo verlichting. Ja, nee, is wel echt heel schattig. Het is echt heel schattig. Doe maar gelijk aan. Wacht, ik ben heel even zo. Dan kan ik mooi sfeerlichtje. Ja, gelijk sfeerlichtje. Ah, ja, als het bruin is, dan is het zo lief. Ja, echt. Kleintjes, eentje. Rustig. Ja, echt super schattig. Kijk, Giel staat namelijk zo mooi in de huid. Ik vind het mooi hoor. Beetje make-up zo. Ja, dat kun je niet. Dat kun je niet. Ah, Jip en Jenneke, Jip en Jenneke. Ik moest hem meenemen, die. Ik moest hem meenemen, ja. Ja. Hey. Die vind ik heel cool. Dit is stylish zo, ja. Echt, nee, ja, inderdaad. Ja, die is heel cool. Die kleur is echt vet. Maar dan moet de rest ook in het leven groen. Ja, dan. Het lijkt wel Sinterklaas hier zo. Ah, lekker hoor. Lekker. Ja, dat weet ik niet. Je moet even ruiken. Nou, ik weet één ding. Die voeten van Jenna rook ik net, toen ik thuis kwam. Oh, nice. Lekker. Ja, hè? Ach. Lekker. Nog nooit gehad. Nooit gegeten? Boontjes op lekker. Sojaboontjes. Sojaboontjes. Boontjes. Sojaboontjes. Die had al van dit. Dit meen je toch gewoon serieus? Star you. Laat hem, hou jij die vast bij je? Ja, masterbal. Master.
Ik ben de nieuwe Ash Ketchum. Ja? Sushi is voorbij. Voor de aankomende... week? Jaar. Ja, niet week. Twee dagen aan elkaar is echt net iets te veel, maar wel super lekker. Bij onze vrienden van Ming en Ming. En nog een paar Pokémon's gevangen, zoals jullie zagen. Collega's gezien. Stalkt, Mariska, je stalkt ons gewoon. Overal waar we gaan. Maar gelukkig heeft ze niet alles opgegeten, dus hadden we ook nog wat sushi voor ons. En nu gaan we richting huis. Relaxen, slapen. Morgen weer vroeg op. En dit was het einde van de vlog. Leni en Laura die gaan terug naar Wapsveen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Like, deel, abonneer en tot de volgende keer. Dan zijn we bijna thuis. Kijk eens wie er gewoon mee is gesmokkeld uit Ming Ming. Het is een feest, is gewoon meegekomen van Ming Ming. Wat komt u doen? We hoeven geen bestellingen meer. We hoeven geen sushi meer.